laten we meteen van start gaan. Een open huis is een fantastische manier om de kans op de verkoop van je huis te vergroten. Maar het vergt wel enige voorbereiding. Hier zijn 7 tips voor jou, zodat jij van jouw open huis een succes maakt. Helemaal, mijn naam is Laura en ik vertel je in mijn video's alles over de huizenmarkt en het verkopen of kopen van je huis. Maar voordat we in de tips duiken, wil ik je vragen je te abonneren op mijn kanaal en op het belletje te drukken, zodat je nooit meer een waardevol advies over vastgoed mist. Tip nummer 1. Creëer een uitnodigende sfeer. Denk aan je huis als een podium en de potentiële kopers als je publiek. Maak schoon, ruim op en voeg wat verse bloemen of een geurkaars toe om een warme, gastvrije omgeving te creëren. Tip nummer 2. Set the stage. Zet je meubels zo neer dat je veel vloer ziet. En dat je bijvoorbeeld niet direct tegen een stoel of iets dergelijks aanloopt als je een kamer inloopt. Je wil namelijk dat de kamers zo ruim mogelijk ogen en kopers zich al voor kunnen stellen dat ze er gaan wonen. En tip nummer 3, light it up. Zorg ervoor dat je huis goed verlicht is. Open die gordijnen en jaloezieën om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Heb je een donker hoekje of is het een donkere dag? Zet dan de verlichting aan. Het maakt ruimte uitnodigender en ook nog eens ruimer. En tip nummer 4, be the perfect host. Begroet bezoekers met een vriendelijke glimlach en een warm welkom. En bedenk je dat je met jouw rondleiding de kijkers kunt enthousiasmeren, maar dat ze niet zitten te wachten op jouw persoonlijke herinneringen in het huis. Dus probeer dat gedeelte een beetje zakelijk te houden. Tip nummer 5. Koffie, thee, limonade. Om kijkers zich thuis te laten voelen, werkt het als een speer om even rustig met ze te gaan zitten. Met een kopje koffie of een kopje thee. De sfeer wordt hiermee net eventjes wat relaxter. En kijkers zullen hiermee een nog beter gevoel krijgen van jouw huis. En dan tip nummer 6. Zorg voor privacy. Terwijl jij je gasten rondleidt, zorg je ervoor dat je persoonlijke spullen, zoals foto's, uit het zicht zijn. Dit creëert een gevoel van privacy en helpt kopers zich al meer op hun gemak te gaan voelen in jouw huis. Tot slot, tip nummer 7. Only the lonely. Zorg dat alleen jij en eventueel een tweede persoon aanwezig zijn om mensen rond te leiden. Al het andere leidt mensen gewoon af. Dus zorg ervoor dat kinderen en eventuele huisdieren tijdelijk even een ander onderkomen hebben. Ik kan het niet laten. Je krijgt nog een bonus tip van mij. Zorg ervoor dat je de gegevens van de mensen, dus naam, telefoonnummer en e-mailadres noteert. Superleuk natuurlijk als er 10 mensen op bezoek komen bij je. En dan? Daarna wil je natuurlijk dat je makelaar ze een brochure kan toesturen en natuurlijk even kan nabellen om eventuele vragen nog te beantwoorden. En dat waren de 7 tips voor jou als jij meedoet aan een open huis. En zoals beloofd heb ik ook nog een extraatje voor je. Deze tips heb ik natuurlijk handig voor je samengevat in een download. Die kun je hieronder gratis downloaden. Heel veel succes tijdens je open huis. En ben je nog niet uitgekeken? Geen enkel probleem. In de volgende video vertel ik je alles over de mythe van het belang van geur bij de verkoop van je huis. Helpt het nou om een appeltaart te bakken? Je ziet het in de video hier. Tot de volgende!